construction 3D printing and its advantages have been known for a long time. The walls of this house were printed entirely on site. This is the world's first actually printed house. With the advent of Appy's core technology, construction 3D printing opens a new round of evolution. Thanks to the innovative design of the printer, Appy's core technology consists of a mobile construction 3D printer and automatic mix and supply unit, which combine to make the construction printing process as much automated as possible and almost eliminate the human factor. This equipment is unique and has no analogs in the world today. In the near future, imagine a smart grid of plumbing with pipes that can actually expand and contract in response to water demand, or maybe even heal if there's a frozen segment that breaks open. Or imagine self-assembling furniture. Print out a flat board and just add water, next thing you know, it curls up into a rocking chair. Everything was linked. Let's say a professor at the university is not feeling well and calls in sick. An automatic system at the school could send an alert to all the students that the class was cancelled. Furthermore, this information is passed on to a system that adapts my agenda. It calculates the new time to my next class 2 hours later, taking into account public transport timetables. It could also reset my alarm clock to wake me up a bit later, and it could adjust the central heating system and the coffee machine. Imagine we had an Internet of Things. Wouldn't that be awesome? How close are we to actually having microchips implanted under our skin? Well, according to the NBC Nightly News with Brian Williams, we might be a lot closer than you think. Science fiction 20 years ago, but a biometric reality today. And now RFID microchips like this are being injected into humans. You know, when we check out at the grocery store, we'll be swiping our own arm over the scanner. And that will be something we feel we can't live without. It is envisaged that the passenger will be able to flow through the security checkpoint without interruption, unless the advanced technology identifies a potential threat. There is expected to be little or no wait time as a result of the enhanced speed at which screening can occur. Bluetooth beacon technology has been getting a lot of buzz lately, but the area that is at the center of the heat map is their usage in retail stores. The idea is fairly simple. A small device that runs on batteries would be installed on a wall, a countertop, or a ceiling of a retail store, and it could be many of them installed there. They would in turn send out very short data strings to all the Bluetooth receivers around them.
typically your smartphone. This idea of automatically being logged in when you enter a store, having your personal preferences linked to your visit, automatic payment already being authorized. In an urban setting, A&W will allow you to reveal things you wouldn't normally know from the outside environment. Say you're walking down the high street and you see a museum. You can identify objects in the museum. What the main difference is, where AR is very flat, AN actually observes the scene and identifies the elements within. It then attaches the information very intelligently and accordingly. There are massive opportunities for the hotel industry. You can not only browse for room availability, but also take a look inside the room before making a booking. Take, let's say, commercial real estate, for instance. We need an office. We walk in, we have 16 employees. We put that into an articulated naturality environment, and you can virtually see how the desks would be set up, perhaps configure them, perhaps change the color, change the type of ergonomic posture, change the seats, whatever you want, and you can see the costs related to any changes that you would make. Microsoft HoloLens is a wearable computer that lets you see holograms mixed with reality. It actually changes the way you think about design. I can look up and grab different buildings to compare. We could just pull a model and duplicate it and see that it would take 12 Tate Moderns to fill the site. That brought it to life in terms of use. Microsoft HoloLens lets us get inside stuff earlier and experience it, and I can look up and see the volume that I'm in and start to make decisions about how to design it. Without a HoloLens, I would have been making those decisions 3-4 months from now. But with the HoloLens, I'm making those decisions at the moment of inception. Hi, I'm Angie. Welcome to Spevco. Take a look at the touchscreen below and let me know how I can help you today. Looking for someone? Take a look through the employee directory. If you need to contact someone, select their image and you will see their extension. You can use the phone on your right to reach them. Looking for employment opportunities? Great! You may fill out an application located in the folder to your right. When complete, please drop it in the application box. I see you want to learn a little more about Spevco. Take a look at our video to find out more. So you have some general questions about Spevco. Would you like me to have someone come up to the office? We gaan dus anders wonen, anders verplaatsen, anders leven en ook anders werken. Thank you.
Just as mechanical muscles made human labor less in demand, so are mechanical minds making human brain labor less in demand. This is an economic revolution. You may think we've been here before, but we haven't. This time is different. This is the new kind. Meet Baxter. Unlike these things, which require skilled operators and technicians and millions of dollars, Baxter has vision and can learn what you want him to do by watching you do it, and he costs less than the average annual salary of a human worker. Unlike his older brothers, he isn't pre-programmed for one specific job. He can do whatever work is within the reach of his arms. Baxter is what might be thought of as a general-purpose robot, and general-purpose is a big deal. And while Baxter isn't as smart as some of the other things we will talk about, he's smart enough to take over many low-skilled jobs. White-collar work is no safe haven either. If your job is sitting in front of a screen and typing and clicking, like maybe you're supposed to be doing right now, the bots are coming for you too, buddy. Software bots are both intangible and way faster and cheaper than physical robots. Take the stock market, which in many ways is no longer a human endeavor. It's mostly bots that taught themselves to trade stocks, trading stocks with other bots that taught themselves. As a result, the floor of the New York Stock Exchange isn't filled with traders doing their day jobs anymore. It's largely a TV set. So bots have learned the market, and bots have learned to write. If you've picked up a newspaper lately, you've probably already read a story written by a bot. There are companies that teach bots to write anything, sports stories, TPS reports, even, say, those quarterly reports that you write at work. When you think lawyer, it's easy to think of trials, but the bulk of lawyering is actually drafting legal documents, predicting the likely outcome and impact of lawsuits, and something called discovery, which is where boxes of paperwork gets dumped on the lawyers and they need to find the pattern or the one out-of-place transaction among it all. This can be bot work. Discovery, in particular, is already not a human job in many law firms. Not because there isn't paperwork to go through, there's more of it than ever, but because clever research bots shift through millions of emails and memos and accounts in hours, not weeks, crushing human researchers in terms of not just cost and time, but most importantly, accuracy. IBM has a bot named Watson. You may have seen him on TV destroy humans at Jeopardy, but that was just a fun side project for him. Watson's day job is to be the best doctor in the world, to understand what people say in their own words and give back accurate diagnoses. He's already doing that at Sloan Kettering, giving guidance on lung cancer treatments. Understanding every drug and every drug's interaction with every other drug is beyond the scope of human knowability. Especially when there are research robots whose whole job it is to test thousands of new drugs at a time. And human doctors can only improve through their own experiences. Doctor bots can learn from the experience of every doctor bot, can read the latest in medical research and keep track of everything that happens to all their patients worldwide and make correlations that would be impossible to find otherwise. Not all doctors will go away, but when the doctor bots are comparable to humans and they're only as far away as your phone, the need for general doctors will be less. So professionals, white-collar workers, and low-skill workers all have things to worry about from automation. Oh, by the way, this music in the background that you're listening to, it was written by a bot. Her name is Emily Howell, and she can write an infinite amount of new music all day for free. And people can't tell the difference between her and human composers when put to a blind test. Talking about artificial creativity gets weird fast. What does that even mean? But nonetheless, it's a developing field. People used to think that playing chess was a uniquely creative human skill that machines could never do, right up until the point they beat the best of us. And so it will go for all human talents. Big data is los van de commerciële toepassing ook heel goed in te zetten, denk ik, als een soort nieuwe onderzoeksmethode. En bijvoorbeeld als je camerabeelden van Schiphol eindeloos opslaat, kun je misschien heel veel informatie achterhalen over hoe mensen zich kunnen gedragen in de openbare ruimte als ze zenuwachtig zijn. De gevaren aan big data worden heel vaak gezocht in de sfeer van menselijke privacy. Hè, dat er allerlei gegevens opgeslagen worden over ons zonder dat wij dat weten, zonder dat we dat willen. Er is natuurlijk wel een gevaar, maar ik denk dat er veel meer gevaren aan kleven. En die zitten veel meer in de sfeer van de invloed die op ons kan worden uitgeoefend door big data.
Als Google heel goed bijhoudt hoe jij zoekt en wat jouw voorkeuren zijn, en Google weet waar je nou op vakantie gaat, hoeveel kinderen je hebt, wat voor boeken je leest, naar welke theatervoorstellingen je gaat, kan Google heel veel invloed uitoefenen op je gedrag. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat op een gegeven moment in de medische sfeer er allerlei informatie over jou zichtbaar wordt, waardoor je in een hokje van een risicocategorie wordt geplaatst, met implicaties voor de hoogte van je premie bijvoorbeeld. Of voor de vraag of nog wel een verzekeraar jou zou willen accepteren. Dat zijn allemaal scenario's die nog niet werkelijk zijn hier in Nederland, maar die dat wel zouden kunnen worden. Als ik een grens moet aangeven ten aanzien van big data, dan is dat in de mogelijkheid die wij hebben om er nog kritisch mee om te gaan. Als wij echt helemaal niet meer kunnen beseffen dat wij beïnvloed worden, kunnen we ook helemaal nooit meer op een kritische manier omgaan met die beïnvloeding. We hebben dus een aantal filmpjes gezien, video's, kleine mini-voorbeelden met betrekking tot technologie, living technology ook. En die zijn puur ter illustratie om aan te geven hoe technologie ons dagelijks leven, ons wonen, onze hobby's, onze werksituatie enzovoort allemaal zal gaan beïnvloeden. En ik wil daar even nader op ingaan ter afsluiting. Ik ga even kort stilstaan bij How Technology Becomes Nature van Mensvoort 2014. Ik ga even nader in op technologie en de gevolgen voor competenties heel kort. Ik sta iets uitgebreider stil bij de technologie en het effect daarvan op werk en werkgelegenheid. Idem dito bij technologie en organisatieverandering. En dus de kern van de boodschap die ik uiteindelijk wil overbrengen, dat technologie een verandering is in ons dagelijks bestaan, maar dus ook een verandering van verandermanagement zelf. Eerst even die piramide van Mensvoort. How technology becomes nature. We zijn ermee bekend dat er door de mensheid allerlei ideeën bestaan hoe wij technologie kunnen gaan toepassen. Nou, soms blijft dat beperkt tot ideeën. Maar in een aantal gevallen kunnen daar ook daadwerkelijke prototypen gemaakt worden. En die worden dan getest en gecheckt of dat zou kunnen. En op zeker moment is het misschien ook mogelijk om die daadwerkelijk toe te passen, die ideeën en technieken en mogelijkheden. En dan ontstaat er wat, bijvoorbeeld solar panels. En op een zeker moment zullen die ook door mensen gebruikt gaan worden. Worden die afgenomen, al of niet gekocht. En dan wordt het ook een onderdeel van ons dagelijks leven. Dan wordt het geaccepteerd, bijvoorbeeld de GPS-functie op onze mobiele telefoons. Een groei verder betekent dat het zelfs lastig wordt om zonder bepaalde technieken te gaan leven. Zoals internet, dat is gewoon eigenlijk onderdeel van ons dagelijks leven. Bepaalde technologieën die zijn zelfs onzichtbaar voor ons. Daar zijn we ons eigenlijk niet meer van bewust dat we die gebruiken. Ons alfabet is een typisch voorbeeld daarvan. Dat is ook in feite een technologie, maar die passen wij gewoon toe. Maar dat is voor ons onzichtbaar, onherkenbaar. Daar zijn we ons niet van bewust. En op zeker moment kan het zo ver gaan dat het eigenlijk onderdeel van ons dagelijks bestaan is. Dat het deel uitmaakt van ons leven zonder dat we ons daar überhaupt bewust van zijn. We zien dus een verschuiving ontstaan, een continu verschuiving van living technology, CQ technologieën, van slechts ideeën naar toepassing, naar het is onderdeel van ons leven, soms zelfs zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Het volgende onderdeeltje in deze eindpresentatie na de video-illustraties, met de vraag: vergen de nieuwe technologieën inderdaad nieuwe competenties van medewerkers? En die vraag is belangrijk voor verandermanagement, want als we het hebben over nieuwe competenties die nodig zijn voor medewerkers, dan komt al gauw verandermanagement om het hoekje kijken, want het is juist een verandering om medewerkers zover te krijgen dat ze snappen dat ze nieuwe competenties nodig hebben, dat ze dat ook willen en dat ze ook in staat zijn om die stap te zetten. Nou, die vraag is makkelijk te beantwoorden. Ja, zonder meer is nu al duidelijk dat er in de toekomst nieuwe competenties van medewerkers benodigd zijn. En er zijn diverse onderzoeken die ik hieronder een paar voorbeeldjes van heb gegeven. En
uit dat soort onderzoeken komt trouwens ook naar voren dat het niet alleen gaat om de hard skills, dus harde kennis, iets met ICT kunnen of wat dan ook, en management of noem maar op. Nee, ook de soft skills blijken heel erg belangrijk. Want als ze met organisaties aan de slag gaan met technologieën, dan komt daar heel veel samenwerking bij kijken. Daar komt daar veel communicatie bij kijken. Dan komt daar veel adaptief vermogen voor medewerkers bij kijken. Waarbij die soft skills dus, hè, die houding en die zelfkennis heel belangrijk is om medewerkers te laten ontwikkelen op een dusdanige manier dat ze met ook de harde skills concreet en goed adequaat overweg kunnen. Nog een vraag. Die nieuwe technologieën waarvan ik dus wat voorbeeldjes heb laten zien, gaan die ook leiden tot minder werkgelegenheid? Want daar heb ik eigenlijk al op gezinspeeld met wat commentaar tussendoor tijdens die illustraties. Nou, dat ligt wat ingewikkelder. De meningen blijken nogal sterk verdeeld te zijn. Daar kom ik straks op terug. Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat ongeacht of er minder werk zal zijn, of misschien wel meer, dat in ieder geval het werk er wel heel anders uit zal gaan zien. Dat het enorm zal veranderen. Die uitspraak van Nika, die zegt al heel wat eigenlijk, denk ik. Maar dat is dus eigenlijk wel zeker dat het gaat veranderen. Of het tot minder werk, minder beroepen zal leiden, dat die zullen uitsterven, dat is dus nog de vraag. Er zijn dus verschillende meningen over het effect van nieuwe technologie in de toekomst. Er zijn onderzoeken die geven aan, ja, er zullen zeker nieuwe functies en banen bijkomen, maar er zijn wel heel veel onderzoeken die laten zien dat er ook veel functies en banen compleet verdwijnen. Ik heb hier wat voorbeeldjes aangegeven. Kun je gewoon terugkijken wanneer je even de video, deze video die je nu bekijkt, stilzet, dan kun je dat allemaal rustig opnemen. Een voorbeeldje van Rotman van 2013, die heeft onderzoek gedaan naar het effect van technologie of die jobs daardoor wegnemen, ja of nee. En in de linkerhoek zie je wat ontdekt werd als zijn de fast growing jobs. En in de rechterhoek zie je de jobs staan waarvan te voorspellen is dat die zullen verdwijnen. En inmiddels zijn we natuurlijk alweer jaren verder, dus deze lijst zal veel groter zijn. En deze lijst waarschijnlijk net zo. Hier nog eentje. En dan zie je hier ook weer van 2013 voorbeelden van banen staan. Van een lage kans om te verdwijnen tot een hoge kans om te verdwijnen. Kijk je bijvoorbeeld tandarts. Nou, daar verwacht men dat nog niet zo gauw zal verdwijnen. Alhoewel ik moet zeggen dat er ook weer nieuwe technologieën zijn die ook zelfs daar invloed op hebben. Maar kijk je bijvoorbeeld naar telemarketeers, nou, dat is ja, bijna 100% voorspelbaar dat die zullen komen te verdwijnen, dat soort beroepen. Net als accountants en dergelijke, want daar zijn allemaal algoritme software voor die dat soort taken allemaal kunnen overnemen. Het World Economic Forum heeft nog in 2016 onderzoek gedaan naar de toekomst van werk en werkgelegenheid en benodigde skills en dergelijke. En die hebben onderzoek gedaan onder diverse respondenten, vele uit allerlei industrieën. En die hebben die respondenten laten schatten welke toptrends er nou zullen zijn. Nou, dan zie je hier de resultaten. Maar dit is ook echt al aan het veranderen, durf ik te wedden. Want als je dat nu weer zou doen, dan zul je zien dat bijvoorbeeld artificial intelligence waarschijnlijk al hoger zal gaan scoren. En deze technologieën zullen denk ik juist minder als trend genoemd gaan worden. En juist meer Internet of Things, artificial intelligence, dat soort gein. Niet te vergeten, een hele belangrijke augmented reality, virtual reality en dergelijke. Maar in dit onderzoek kwam deze uitslag naar voren. In ieder geval geeft dat wel aan dat die verschillende respondenten in de industrie zich donders goed bewust zijn dat er veel effect zal zijn van bepaalde technologieën.
Maar dat zal dus, zoals ik zei, gaan verschuiven. Er komen nieuwe technologieën bij. Nou, zoals ik zei, zou ik nog even terugkomen op de vraag of nieuwe technologieën veel banen zal doen verdwijnen. We noemen dat met vakjargon job churn, de creatie van nieuwe beroepen en de vernietiging van oude. Daar zijn de meningen dus over verdeeld en dat is onderzocht door Frick. En dan bleek dus dat 52% op dat moment dachten dat dat nog wel mee zal vallen en 48% dacht ja, dat gaat degelijk wel gebeuren. Als we dat onderzoek nu zouden doen, zullen die percentages misschien net andersom zijn. Wil je daar meer over weten, dan kan ik je van harte het Saxion webinar van Dr. Maarten van Riemsdijk, lector Smart Industry en Human Resource Management, aanbevelen. Hieronder staat de link. Zet je video stop en neem het over, zou ik zo zeggen. Ik kom nog even terug op het webinar van Maarten van Riemsdijk, want daarin haalt hij nadrukkelijk het onderzoek van Frey en Osborne van 2013 aan. Een heel spraakmakend onderzoek, The Future of Employment. En die twee, ik heb begrepen dat ze inmiddels overleden zijn trouwens, die durven op basis van een onderzoek te voorspellen dat een aantal beroepen waarvoor weinig scholing is, nodig is, denk maar aan veel ambachtelijk werk, dat dat nog wel zal kunnen gaan groeien. In ieder geval behouden zal blijven. En dat we ook een groei zullen zien in de hoge banen waarvoor veel opleiding nodig is. Ingewikkelde banen voor de echt slimmende aarde, om maar zo te zeggen. En ze voorspellen dat er juist heel weinig banen, een sterke vermindering zal zijn in dat middensegment. En met die kleurtjes kun je ook nog zien waar het meest betrekking op heeft. Dus we kunnen op basis van hun onderzoek eigenlijk voorspellen dat een fors aantal banen juist voor zeg maar de mbo'ers en de hbo'ers, ja, dat die onder druk zullen komen te staan. We weten dus dat nieuwe technologieën enorm veel gevolgen hebben voor ons dagelijks leven, voor ons living. En voor organisaties en werk en werkgelegenheid. En wat ik nou probeer over te brengen is de boodschap dat dat ook betekenis zal hebben voor verandermanagement. Ik durf te zeggen dat die nieuwe technologieën niet alleen organisaties verandert, maar dus juist ook verandermanagement. En dat wel vanuit twee optieken. De eerste optiek heeft betrekking op dat als technologie organisaties verandert, er ook allerlei veranderingen zullen ontstaan in de focus van verandermanagement. Er komen nieuwe veranderproblemen, er komen nieuwe veranderdoelen. Er komen ook nieuwe veranderinvalshoeken en er zullen dus ook andersoortige veranderstrategieën en veranderaanpakken nodig zijn. Die organisaties die krijgen met nieuwe technologie te maken en dat betekent nogal wat in hun ontwikkeling, in het omschakelen en het gaan werken met die nieuwe technologieën en mogelijk ook met veel minder mensen. Hè, die job churn waar ik het over had. Dat is de eerste invalshoek. Maar het is ook een verandering in de zin dat verandermanagement zelf zal veranderen. Want wat we langzamerhand al een beetje in de picture krijgen is dat die nieuwe technologieën ook voor verandermanagement concreet zelf te gebruiken zijn. Het worden als het ware ook tools voor verandermanagement. Zo weten we dat er al heel veel diagnostiekmogelijkheden zijn met specifieke software, met op basis van big data en algoritmes. En daarmee kun je heel veel gedragingen in organisaties observeren en monitoren. En die zijn ook te gebruiken als veranderinterventies. Ik denk met name aan virtual reality technologie waarmee je als het ware een soort realiteit kunt nabootsen. Waarmee het dus mogelijk wordt om medewerkers in die toekomstige gewenste verandersituatie te brengen. Zonder dat dat nu al het geval is. Zodat het medewerker er doordrongen van raakt wat die beoogde verandering in de toekomst gaat betekenen voor zijn concrete werk. Ik was een keertje in de Universiteit van Twente. En daar hebben ze ook een virtual reality lab. Daar lieten ze me zien hoe dat werkt. En je kunt echt virtueel
door een compleet nieuwe fabriek wandelen. En daar zie je mensen achter de lopende band enzovoort. Nou, die virtual reality kun je dus gaan beïnvloeden. Je kunt daar als het ware mee gaan spelen en laten zien hoe dan het werk in zo'n fabriek gaat veranderen voor jou als werknemer. Dus dat gaat enorm aan betekenis vergroten, zeg maar, voor verandermanagement. Dus 1. Nieuwe problemen, veranderproblemen, veranderdoelen. Dus verandermanagement moet zich daar op een andere manier mee gaan bemoeien, om maar zo te zeggen. En 2. Nieuwe technologieën die ook als tools, als veranderinterventies en diagnostiek enzovoort te gebruiken zijn. Nou, we weten al uit diverse wetenschappelijke onderzoeken dat verandermanagement dus een nieuwe betekenis zal gaan krijgen in de nabije toekomst. En als het gaat om het gebruik van technologieën, ook om nieuwe technologieën te laten gedijen in die organisaties, om te zorgen dat mensen daar niet alleen maar weerstand tegen zullen hebben, maar die ook zullen omarmen. Een voorbeeldje is van Collis en Ryan, die op basis van hun onderzoek hebben ontdekt hoe belangrijk het is om vanuit verandermanagement ervoor te zorgen dat de medewerkers snappen wat de strategische voordelen van nieuwe technologieën zullen zijn in de toekomst. En vervolgens in een vervolgtraject te gaan investeren in human resource management. Dat kwam uit hun onderzoek naar voren. Verandermanagement heeft daarin dus een hele belangrijke functie om die technologieën in die organisaties goed te laten gedijen. Om dat mogelijk te maken dat dat gebruikt gaat worden. En Yeo en Marquardt in 2015, die deden eigenlijk een beetje hetzelfde. Ook iets dergelijks, maar legden dat meer vanuit de invalshoek van collective sensemaking, brachten zij dat naar voren. En zij benadrukte van: jongens, zorg ervoor dat je de TBV's, de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, ook goed in beeld brengt. Verduidelijk naar medewerkers dat ze weten wat gaat er in de toekomst, wat de TBV's betreft, voor mij als medewerker veranderen. Want er gaan gewoon heel veel verschuivingen plaatsen op dat gebied door die nieuwe technologieën. En natuurlijk, uiteraard, ook uit hun onderzoek bleek weer hoe belangrijk leiderschap is. Als je goede leidinggevenden hebt die snappen wat er gaat gebeuren en die dat goed weten over te brengen naar hun medewerkers, dan zullen ook hun medewerkers dat makkelijker gaan omarmen, die nieuwe technologieën. Prachtige case study van Lehman. Die gingen aan de slag met een assessment center benadering, maar in combinatie met web-based technology. Tenminste, een bedrijf deed dat. En dat bedrijf ging dus niet een gewoon assessment center houden om te kijken of hun leidinggevende voldoende leiderschapscapaciteiten hebben met het oog op de toekomst en nieuwe technologieën. Nee, dat werd web-based gedaan. Dus daar kwam geen mens verder behalve de leidinggevende zelf aan te pas. En ondertussen gebruikten ze ook interne blogs om te communiceren met diverse medewerkers, ook niet leidinggevende, over die veranderingen en wat die scan van leidinggevende capaciteit in de organisatie zou gaan betekenen. Nou, na een heel ander dialoog kwam dat bedrijf erop uit dat het naar aanleiding van die geautomatiseerde hulpmiddelen, dat bleek dat het eigenlijk beter was, of mogelijk in ieder geval was, om 2 hiërarchische lagen en 57 managementposities te laten vervallen. Dus er ontstond een nieuwe structuur op basis van de inzet van technologie als verandertool, om het zo te zeggen. Op zijn minst als input te zien. Nou, en graag wijs ik er ook nog even op dat onder andere de JP Morgan Bank software gebruikt met algoritme om het compliance gedrag van hun medewerkers te monitoren, wat in de bankwereld natuurlijk heel belangrijk is. Denk je, ja, is dat nou wel verandermanagement, het monitoren van gedrag? Nou, ik haal dit even aan, want als je dat soort gedrag kunt monitoren, welk gedrag kun je dan eigenlijk niet monitoren? Je kunt dan in feite ook in de toekomst verandergedrag gaan monitoren. En je kunt als organisatie dus goed in beeld krijgen of medewerkers willen veranderen, kunnen veranderen enzovoort. Nog zo'n voorbeeld is dat we nu al zien in bepaalde organisaties dat die organisaties met behulp van econometrische technologieën in combinatie met big data
verandermanagement effecten al kunnen gaan monitoren, data verzamelen, analyseren en op basis daarvan voorspellen of verandermanagement trajecten een gunstige gewenste effect heeft of niet. Met die technologieën die er mogelijk zijn, kunnen we data verzamelen, variërend van hoe vaak wordt er over een veranderactiviteit gesproken, wat wordt er over gezegd, uit de medewerker zich daar positief of negatief over, noem maar op. En die analyses, die kun je dan gebruiken om te voorspellen dat het de goede kant op gaat, ja of nee. En dit zijn onderzoeken waaruit blijkt dat die econometrische en analytics-achtige technologieën daadwerkelijk bestaan en bruikbaar zijn. En in mijn eigen boekje HRM voor de lijnmanagers wees ik ook al op social network analysis, de SNA-methode, die mogelijk zijn toe te passen zijn op organisaties en de medewerkers. Want dan kun je dus via het netwerk van medewerkers en hoe ze met elkaar samenwerken, hoe vaak ze contact met elkaar hebben, kun je een aardige voorspelling maken welke figuren van die medewerkers een belangrijke spil zijn in het netwerk en dus misschien ook handig zijn om in te zetten als change agent. Aanvullend op het vorige wijs ik graag ook even op de software van Crystal Knows, waarmee het mogelijk is om iemands persoonlijkheid te analyseren aan de hand van zijn taalgebruik. En vervolgens geeft dat programma ook nog tips over je eigen communicatiestijl en hoe je het beste kunt communiceren met anderen die ook door die tool zijn geanalyseerd. En dat is interessant, want ja, we weten dat communicatie een zeer belangrijk aspect met betrekking tot verandermanagement is. Dus ook om bijvoorbeeld een veranderboodschap over te brengen, is het wel interessant die tool te gebruiken, zodat je je veranderboodschap veel beter kunt afstemmen op degene naar wie je je richt. So what it does is Crystal basically pulls all of the information from LinkedIn profiles, from any blog posts you've done, from your Facebook profile, and it builds a composite personality type for you. Clearwater heeft het Personal Behavior Analysis Report gemaakt. Dat is een soortgelijke software. Alleen daar doet men iets dergelijks, maar dan op basis van micro-expressies in je gezicht en dergelijke. Aan de hand van video's die ingestuurd worden. Dat wordt veel gebruikt bij sollicitatievideo's. Nou, je kunt natuurlijk ook dergelijke analyses maken in een verandertraject, waarbij je de gelaatsuitdrukkingen en dergelijke van mensen die onderdeel maar uitmaken van zo'n verandertraject kunt gaan analyseren. Of in een onderhandelingstraject wat deel uitmaakt van een verandertraject. Noem maar op. Erg leuk. Hi. My name is Gita Randhyansingh from Clearwater. Now there is an easy and reliable way to map out a person's behavior, the way they interact, deal with stress situations, how they are seen by other people, and more important, how they solve problems. It gives an easy one-page overview of the candidate's personality. The PBA provides insight in the main features of the candidate's behavior, what kind of roles are suitable, and you find information how the candidate acts in collaboration, such as routine, change, and what is the level of the candidate's influential techniques. Nou, dan nog wat voorbeelden van diverse, nog niet allemaal genoemde, soms ook wel technologieën die een rol gaan spelen voor dagelijks leven, wonen, werken, organisaties en ook verandermanagement. Een aantal heb ik al genoemd, hè, de big data, virtual reality en dergelijke, die ook concreet te gebruiken zijn in verandertrajecten. Ik beëindig mijn beschouwing met een drietal basale vragen. De eerste betreft, krijgen we naast klimaatskeptici nu misschien ook nog te maken met job churn sceptici? Nou, dan kan het zijn dat we daar onvoldoende voor oog voor hebben en dat er ook sceptici zijn die dat in twijfel durven te trekken. Dat heeft nogal wat gevolgen en daarmee kom ik bij de tweede vraag. Die tweede vraag heeft betrekking op, kunnen we dan, als die job churn sceptici er komen,
op tijd wel de gevolgen van die vierde industriële revolutie in control krijgen. We weten dat die vierde industriële revolutie met enorm veel nieuwe technologieën en de robotisering enzovoort veel effecten, veel gevolgen zal hebben. Maar dus niet alleen voor ons dagelijks leven en wonen enzovoort, maar ook voor het werk. En als dat zal leiden tot inderdaad veel meer werklozen, vooral in dat middensegment, dan krijgen we dus ook gevolgen in de zin van de tegenstellingen tussen werkenden en werklozen. En daarmee dus ook tussen rijken en armen en dergelijke. Nou, dat is natuurlijk niet erg wenselijk, want dan gaat onze hele samenleving op zijn kop komen te staan. De laatste vraag. Stel dat dat dus inderdaad zo zich gaat ontwikkelen, hebben dan veranderaars daarin niet een ontzettend belangrijke taak te verrichten? Al was het alleen al maar vanuit het oogpunt van ethiek, want het is natuurlijk ontiegelijk onwenselijk om die tegenstellingen tussen werkenden en werklozen, rijken en arm enzovoort te krijgen als daar enorm veel werkloosheid gaat ontstaan door die nieuwe technologieën. Nou, ik persoonlijk denk dat er sprake is van zo'n ontwikkeling en dat veranderaars daar een hele belangrijke taak zouden moeten krijgen of zich zouden moeten toe-eigenen. Nu is het nog zo dat veranderaars op allerlei verandertrajecten worden gezet in organisaties. Nou, leuk en aardig, maar die veranderingen en die verandertrajecten komen er dus anders uit te zien. Komen nieuwe, andersoortige vraagstukken met veel meer effecten voor onze samenleving, zoals ik hiermee probeer aan te duiden. En dat brengt met zich mee dat veranderaars zich heel erg bewust moeten worden van die andere gevolgen en dat zij daarin een taak hebben om die CEO's en dergelijke van bedrijven zich zeer goed bewust te maken van die gevolgen en hopen dat daar alternatieven ontstaan of dat gevolgen in betere banen geleid kunnen worden. In ieder geval dat we in control krijgen wat die gevolgen zal zijn en dat er zich niet zal ontplooien in maatschappelijke onrust enzovoort. In 2024 hebben wij 4 keer zoveel 80-jarigen als dat we nu hebben. 3/4 van de mens van 80 heeft iets waardoor je zorg nodig hebt. Hallo, ik ben Alice. Kan je me goed verstaan? Jazeker. U vertelde me over uw zoon, Jeroen. Dat heb je goed onthouden, Alice. Dat woont u leuk. Hoe gaat het met u? Ik ben er nog en ik probeer me nog te handhaven. Dat is alles. De postcode is 1057 BA. Dirk Antoon. Niet Dirk, maar Bernard. Hè? Dit is mijn man en dat is Jeroen. Iets hoger. Nog hoger. Knappe man. Zullen we even naar buiten gaan? Ja, als je dat wil. 7. 8. Nog een paar keer. Dit wordt uw nieuwe vriendin. Hoor je dat? Jij wordt mijn nieuwe vriendin. Wat leuk. Voelt u zich wel eens eenzaam? Jazeker. Dat voel ik elke dag wel. Oh, dat is jammer. Dit is geen hulp. Dit is dat zij nog eens helemaal bewust wordt van het feit dat ze zo eenzaam is. Ja. Ik heb vernomen dat het de toekomst zou worden in de zorg. Maar ik sta er nog wel heel sceptisch tegenover. Maar hoe vindt u dat nou, zo'n robotje in huis? Oh, heerlijk. Hup, Holland. Hup.